In eerdere screencasts liet ik je al zien dat je met een tablet-PC aantekeningen kunt maken op een PDF-document. Het programma wat ik daarvoor gebruikte heet PDF Annotate. En als je die screencast nog niet gezien hebt, dan kun je hem nog hier online terugkijken. Daarvoor had ik al een screencast gemaakt, meer in de breedte, over het presenteren met behulp van een tablet-PC. Ook die screencast staat nog online. En in die screencast kwamen onder andere de pakketten PowerPoint en OneNote aan bod. Die zitten beide in het Office 2007 pakket van Microsoft. Prompt kreeg ik uiteraard de volgende vraag: kan dit ook in Word? En het antwoord is ja. Maar om er nou voor te zorgen dat ik niet nog meer deelvragen krijg voor de Office pakketten, zal ik in deze screencast de pen-functionaliteiten in Office 2007 behandelen. Voor PowerPoint en OneNote verwijs ik je graag naar die vorige screencast. Ik zal het vandaag hebben over Word, Excel en Outlook. Laten we eerst eens naar Microsoft Word kijken. Op deze tablet-PC staat Office 2007 geïnstalleerd. En ik heb begrepen dat de penfuncties alleen beschikbaar zijn op een tablet-PC. Op een andere laptop staat Office 2003. Dus ik kan daar niet de penfuncties uitproberen. Maar wat ik begrepen heb van de informatie op internet, zijn de penfuncties zowel in Office 2003 als in Office 2007 aanwezig. Dit was voor mij overigens ook de eerste keer dat ik echt serieus met Office moest gaan werken, tenminste de 2007-versie. En ik moet zeggen dat ik nog niet erg gecharmeerd ben van die steeds veranderende verzameling knoppen en menuopties. Maar goed, als voorbeeld heb ik een document gepakt, handleiding versie 0,4. En als je die wil gaan controleren, dan kun je daar dus aantekeningen bij maken. Kijk, je ziet hier bijvoorbeeld, dit is een typfout in een URL. Nou, je wil die laten aanpassen. Dat kan. Dan ga je naar controleren en dan kies je inkt aanbrengen. En dan kun je daarvoor de viltstift kiezen. En vanaf dat moment kun je bijvoorbeeld gewoon zeggen van oké, dit is fout, moet zijn fontes.nl. Bij Word zijn er een paar eigenaardigheden als het gaat over het gebruik van de penfunctie. Ik heb de pen nu gebruikt in de afdrukweergave. Dat zie je hier beneden ook, afdrukweergave. Schakel ik nu om naar de leesweergave, dan zie je dat de uitlijning van dat wat ik geschreven heb verandert. Zou ik hier nu weer de pen kiezen? Dan schakelt hij sowieso over naar een afdrukweergave of een leesweergave eigenlijk met één pagina. Het is me nog niet gelukt om de penfunctie actief te hebben en twee pagina's naast elkaar te krijgen. Maar je ziet dadelijk ook dat als ik nu weer een cirkeltje zet en ik ga weer terug naar de gewone weergave, nou, Word waarschuwt er al voor. Bij het schakelen tussen weergaves zal de uitlijning van aantekeningen worden verstoord. Want als ik zeg ja, dan zie je dat in de afdrukweergave mijn oorspronkelijke aantekening weer netjes op de juiste plek staat, terwijl het cirkeltje wat ik gezet heb in de leesweergave niet boven het juiste woord staat. Ik dacht eerst dat ik iets fout deed. Ik ben op internet gaan zoeken en er staat inderdaad gewoon van: ja, als je het document wil gaan afdrukken met de aantekeningen, dan is het belangrijk dat je de aantekeningen erin zet in de afdrukweergave. Nou, dit is duidelijk een verschil wat je bijvoorbeeld bij PDF Annotator niet had. Daar kon je schakelen tussen weergaves, volledige weergaves, gewone weergaven. En de aantekeningen bleven op de juiste plek staan. In Microsoft Word is het zo, zelfs dus in 2007, dat als je tussen de weergaves schakelt, dat dan de uitlijning fout gaat. Dat is wel heel belangrijk om te weten. Voor het overige is het natuurlijk zo dat je ziet dat de penfunctie nu ver weg zit. Ik moet naar controleren, ik moet inkt aanbrengen enzovoort. Deze balk hierboven die verandert wel eens. Als ik bijvoorbeeld hier het handje selecteer, dan springt hij weer om naar een andere weergave. Het is daarom wel handig om, als je veel documenten gaat controleren, om de pen aan de werkbalk snelle toegang toe te voegen. Dat doe je door meer opdrachten te kiezen en dan tabblad controleren. En dan zit hier de functie inkt aanbrengen. Je zegt toevoegen. Oké. En vanaf dat moment heb je hier dus meteen de penfunctie ter beschikking. Dus ook als hier de hulpmiddelen voor inkt gesloten worden, omdat je bijvoorbeeld een andere menuoptie gekozen hebt,
kun je heel snel weer terugschakelen met behulp van die ene knop op de werkbalk. In Microsoft Excel zit de penfunctie op dezelfde plek verstopt als bij Microsoft Word. Dus controleren, inkt aanbrengen en je krijgt de inktwerkbalk. Overigens heb ik hier, om het mezelf makkelijk te maken, ook hier de inkt aanbrengen knop toegevoegd aan de snel starten knop. Zodat ik altijd onafhankelijk van waar ik zit snel even kan kiezen om aantekeningen toe te voegen. Nou, stel nou dat ik zeg van het kan niet, dit salaris is veel te hoog. Nou, dan schrijf ik dat er gewoon bij. En op het moment dat ik nou het Excel werkblad opsla, dan worden ook die aantekeningen mee opgeslagen. Bij Excel heb je een aantal verschillende weergaven, net als bij Word. Maar hier is het gelukkig zo dat als ik bijvoorbeeld schakel tussen normaal en pagina-indeling, dat, zoals je ziet, hier de uitlijning van de pen wel goed blijft. Je zou ook nog kunnen kiezen voor volledig scherm. Ook dan blijft de uitlijning goed. Alleen ben ik dan mijn menubalk kwijt. En dan kan ik dus niet meer terugschakelen naar de penfunctie. Dus dat is wel iets wat, wel mooi dat het goed blijft staan, maar ik kan dan toch de pen niet gebruiken. Voor de overige is er eigenlijk niet zoveel nieuws toe te voegen aan wat Excel kan. Anders dan wat je al gewend bent. Gewoon met betrekking tot markeren, schrijven, stift gebruiken en uiteraard ook weer gummen op het moment dat je iets geschreven hebt wat je toch liever niet er neerzet. Als derde applicatie Microsoft Outlook dan. Microsoft Outlook gebruikt de penfunctie op een aantal plekken. Ten eerste in e-mailberichten. Niet in aan, cc of onderwerp, maar wel zo gauw je in het bericht zelf klikt, dan zie je dat de knop inkt aanbrengen actief wordt en dan kun je gaan schrijven. Je kunt dus een heel e-mailbericht maken. Het wordt als een afbeelding verstuurd en is dus ook op andere plekken leesbaar. Als je dit e-mailbericht omzet naar een alleen tekst e-mailbericht, dan zal dit wat ik hier geschreven heb, dus het woordje hallo, zal niet omgezet worden in gewone tekst, maar zal dan verdwijnen als afbeelding. Dus dat is wat beperkender dan bijvoorbeeld in OneNote. Je kunt hem ook gebruiken bij het aanmaken van taken. Als ik zeg nieuwe taak, dan heb ik ook hier in de body weer de mogelijkheid om te schrijven. Boodschappen. Net als bij een e-mailbericht. Een derde plek waar je er gebruik van kunt maken is bij contactpersonen. Niet bij alle velden. Al dit soort velden waar Outlook op wil kunnen zoeken, daar kan het niet. Daar zie je ook dat de knop grijs is. Maar bij de notities bijvoorbeeld, daar kan ik het wel. Dan kan ik weer selecteren. Notitie. En dan kan ik dus gewoon schrijven. Opvallende plek waar het niet kan, is de notitiefunctie zelf. Als ik daar gewoon zo'n post-it maak, dan zie je, dan heb ik geen mogelijkheid om daar een pen te selecteren. Ook onder de rechtermuisknop zitten verder geen functionaliteiten. Dit is dus een heel beperkte post-it, waar je dus met de pen in ieder geval niks kunt, anders dan natuurlijk gewoon de Vista-opties om tekst in te voeren. Dat kan hier natuurlijk ook. Alleen dat was niet waar we naar aan het kijken waren. Tot zover de drie programma's Word, Excel en Outlook. Zoals gezegd, PowerPoint en OneNote kwamen in eerdere presentaties aan bod. Als er andere applicaties zijn waarvan je wil weten of daar penfuncties in beschikbaar zijn, laat het me dan weten. Je kunt me via de mail bereiken op het adres pierre@coosoftonline.com. Dankjewel voor je aandacht.